Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. Ik heb het zojuist opgehaald bij de Jumbo. Ik was een klein beetje fout. Ik dacht namelijk dat het gebracht werd tussen 4 en 6. Maar ik moest het ophalen tussen 4 en 6. Dus dat was een beetje jammer. Maar goed, het is ons allemaal gelukt. Het was. De reden waarom het zo goedkoop was, of tenminste goedkoper als normaal, is omdat ik A niet zo heel erg veel nodig had. Want het is vandaag al dinsdag en ik heb eigenlijk vanaf woensdag eten besteld. Omdat we qua bestelmoment kwam het gewoon niet goed uit. Ik was even vergeten dat Brooke tegenwoordig op maandag zwemt. En dan kan je dus niet op maandag boodschappen ophalen of laten bezorgen. Want dan ben je gewoon niet thuis na je werk. Dus we moesten vanaf vandaag. Dus ik had van het weekend al een en ander opgehaald voor maandag met dinsdag. En dat blijft natuurlijk de hele week goed fruit en dat soort dingen. Dus het is wat minder. Plus dat ik vorige week vergeten was de kratjes en de lege flessen mee te nemen. Dus ik had nu 3 kratjes, 6 tassen en 18. Je had me weten waar ze vandaan kwamen. Maar ik had 18 lege flessen. Dus. Die heb ik allemaal lekker ingeleverd. Daarom was het bedrag nu wat goedkoper. Ik zal onder in de beschrijving aangeven wat we ongeveer per dag gaan eten. Inclusief wat we vandaag en gisteren gegeten hebben. Zodat je een beetje een overzicht hebt van wat we heel de week gegeten hebben. Altijd wil ik jullie graag deze video een duimpje omhoog te geven als je deze video's leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen aan de shoplog. Ondanks dat het bedrag een stuk minder was, ligt mijn aardig niet heel veel minder vol. Maar we gaan gewoon beginnen bij het begin. Ik heb deze net extra opgehaald, heb ik even extra besteld. Omdat ik bij het sorteren van de koelkast gisteren erachter kwam dat ik geen pasta saus was voor wat we vanavond gaan eten. We hebben gisteren soep met broodjes op. En vandaag gaan we verse pasta met vegetarisch gehakt eten. Maar ik had geen saus. Dus die heb ik even zo opgehaald. We eten zaterdag al friet met snacks. En alle snacks waren bijna op. Dus dit was een pakket. Het was gewoon een frituur snackpakket heet het volgens mij. Een stuk goedkoper als de doos los bestellen. Maar dat was voor zaterdag. Ik zal het even volgen doen. Dinsdag en vandaag eten we dus pasta. Morgen eten we nasi. Dus we hebben kipsaté, roerbakmix, kroephoekje, rijst, nasi kruiden. We kunnen er een eitje bij bakken als we dat willen. Maar dat is vast en zeker genoeg. Donderdag eten we zwallen met aardappelgratin en broccoli. Ik heb nu 2 stronken gedaan, want broccoli gaat echt super hard. Er zit trouwens een stukje van de fruit aan. Dus meestal is eentje net niet genoeg en 2 is eigenlijk net te veel. Maar dat komt altijd wel op via de hond of wat dan ook. Lekker aardappelgratin en zalm. En ik heb ook tonijnsteaks erbij gedaan. Want Pascal houdt niet van zalm. Dan heeft hij toch tonijn. Mochten die kinderen of ik dat niet opeten, dan kan ik het altijd dag na in mijn salade doen. En dat geldt zelfs wat er over is van de zalm. Komt wel goed. Vrijdag eten we biefstukpuntjes met Thaise rijst. Ik weet niet precies hoe het recept heet, maar het is een recept van de Jumbo. Daar had je ook sweet chili saus voor nodig, pandarijst, zonnebloemolie en amandelschaafsel. Dat gaan we lekker proberen. Zaterdag eten we dan dus het snackpakket met de frietjes. En op zondag gaan we uit eten. Gewoon niet omdat het moet, maar omdat het weer kan. Vroeger deden we het eigenlijk altijd om het weekend als de kinderen er niet waren. Dan deden we op zaterdag friet en op zondag gingen we uit eten. Verder hebben we nog losse paprika's. Niet dat die per se ergens bij horen, maar het is gewoon lekker voor tussendoor. Snackjes, komkommer, lekker. Eigenlijk sla voor allemaal salades. Ik heb crystal clear, korallijt en kaas. Van het weekend heb ik al best wel veel beleg gehaald. Zoals filet américain, gebraden gehakt, boterhamworst, salami. Dus we kunnen voorlopig vooruit. Ik heb wel nog een extra pakje kaas voor Brooke besteld, want die gaan soms best wel hard. Ik weet dat er nog anderhalf op voorraad ligt, dus gaan ze mee vooruit. Keukenrollen, ik had het online niet gezien dat het er maar 2 waren, maar ze zijn wel super sterk en multifunctioneel staat erop, dus wie weet. Meestal heb ik een groot pak van 8 is dat volgens mij. Nu heb ik er dus maar 2, dus dan moet ik de volgende keer gewoon weer bestellen. Een heleboel frambozen, ik geloof dat 3 van 4,50 was en op een of andere manier heb ik er 4. I don't know. Misschien heb ik er wel 4 ingevuld. Misschien heb ik er gewoon 4 gekregen. Maar we kunnen dus in ieder geval qua frambozen komen we ook niet zo kort van de week. Ik heb lekker druiven gehaald. Dat was ook zo'n pakket 3 voor 4,50. Witte druiven en dan 1 doosje rode druiven. Vanillekoekjes. Het is eigenlijk 2 keer vanillekoekjes. Voor in hun broodtrommeltjes of fruithapje trommeltjes. Ik doe bij de fruithap altijd een koekje. En bij de brood altijd in een van die kleine vierkantjes ook nog een snackje. Dus dan kan ik het zo verdelen. Hetzelfde geldt voor de smoeltjes, neem ik soms ook wel eens mee, die of die dan, dat is heel makkelijk. Naar zwemles of naar wat ze dan nog naartoe moeten als ze mee moeten rijden en ze willen onderweg wat snacken. Dan heb ik dat. Weer van die vanille dubbels voor in de koekjes trommel.
En 's werelds kleinste banaantjes. Kijk hoe klein die zijn. Mimi. Oh, en ik had ook nog een Dettol multireiniger. Deze vind ik echt super fijn. Hij ruikt zo lekker. En hij geeft de tafel en alles een kleine mini shine. Dus dacht ik, doe ook gelijk mee bestellen. En dat was het dan alweer. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat was, steeds een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Wil je meer boodschappen shoplogjes zien? Kijk dan even op mijn kanaal of op de playlist hier zo. Want ik heb ondertussen al een heleboel boodschappen shoplogs gemaakt. En wil ik jullie nu bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Fijne weekend. Doei doei.